allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, ik ga verder met redenvoering 2 uit dit bijzondere boek van Saint-Germain, het werkboek. En het is fantastisch, dus het is belangrijk als je het nog niet eerder hebt gehoord, dat je ook eventjes deel 1, deel 2 en nu dus deel 3 gaat luisteren, want dan weet je waar het boek over gaat. Nou, we gaan weer beginnen met aanroeping. Redenvoering 2, Saint-Germain, 6 oktober 1932. Aanroeping. Oneindige, alles doordringende tegenwoordigheid, almachtige tegenwoordigheid in elk... aanroeping. Oneindige, alles doordringende tegenwoordigheid. Almachtige tegenwoordigheid in elke menselijke vorm. Wij erkennen en aanvaarden uw volle tegenwoordigheid in alle vormen en in de menselijke vorm van ieder mens. Die ontslapen is in God. Wij loven en prijzen u omdat wij ons uiteindelijk bewust zijn geworden van deze almachtige tegenwoordigheid tot wie wij ons kunnen wenden en in wie wij de volheid van Gods handelen kunnen erkennen. De Ik Ben van alles. Groeten aan allen. Wanneer Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven, gaf hij ons een van de machtigste uitspraken die men kan doen. Wanneer hij zei, ik ben, verwees hij niet naar het fysieke lichaam, maar naar de almachtige meestelijke tegenwoordigheid, de innerlijke God, omdat hij herhaaldelijk zei, ik zelf kan niets doen, het is de Vader in mij, de ik ben die handelt. Toen Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, gaf hij erkenning aan de enige macht, God in actie, diep in hem. Jezus zei ook, ik ben het licht, dat ieder mens op aarde verlicht. Elke zeer belangrijke bevestiging begint hij met de woorden, ik ben. Contemplatie van ik ben als het enige en alles. Wat u wenst te zijn, is een van de krachtigste middelen om uw innerlijke godskracht, liefde, wijsheid en waarheid los te maken en in werking te brengen in de materiële wereld. Laat ons nogmaals verwijzen naar Jezus, krachtige uitspraak. Misschien wel de grootste die ooit gezegd werd in deze wereld. Ik ben de open deur die niemand kan sluiten. Wanneer u deze machtige bevestigingen herleest en begrijpt, ziet u dan niet hoe belangrijk deze uitspraak is. Wanneer u ik ben ten volle erkent en aanvaardt als de machtige tegenwoordigheid van God in u, in actie, hebt u een van de grootste stappen naar bevrijding gezet. Onderscheid u nu door naar waarheid te zeggen, ik ben de open deur die niemand kan sluiten en verwezenlijk dit als u dit kunt verwezenlijken. Bezit u de sleutel die u toelaat doorheen de sluier van de materie te stappen, om deze te transmuteren, terwijl u alles wat u hebt opgestapeld en dat volmaakt is, met u meedraagt en transformeert. Met andere woorden, u kunt de materie verheffen tot die volmaaktheid waarin u zich dan bevindt. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het belangrijk is de ik ben zoveel mogelijk te beschouwen als de machtige actieve tegenwoordigheid van God in u. In uw gezin, in uw leefwereld en in uw zaken. Bij elke ademhaling is God in actie in u. God drukt zich uit in u, wanneer u uiting geeft aan uw gedachten en gevoelens. U hebt een vrije wil en u kunt volkomen zelfstandig de energie van uw gedachten en gevoelens bepalen. U kunt vrijelijk beslissen wat u ermee doet. Niemand mag zeggen, hoe kan ik deze energie kwalificeren? Want iedereen kent het verschil tussen destructieve en constructieve gedachten, gevoelens en handelingen. Ja, is echt zo. Het is positieve gedachten. Het doet zoveel meer gevoelens en dat soort dingen. Het is echt wauw. En zo snel kan ook weer een destructieve gedachte je hele gevoel weer in de war schudden. Daar moeten we echt voor gaan waken. De student die onderricht wordt, zou voortdurend de beweegreden van deze vraagstelling moeten nagaan om elke vorm van intellectuele hoogmoed, arrogantie of onverzettelijkheid te duiden. Diegene die deze vraag stelt met de bedoeling dit onderricht verkeerd te interpreteren, liever dan de zegeningen en de bedoelde waarheid te aanvaarden.
Sluit voorlopig onwetend de deur om het goede te kunnen ontvangen, zonder rekening te houden met persoonlijke meningen over de waarheid. Wil ik de studenten er nogmaals aan herinneren dat in alle onderrichtingen die ik u nu samengevat geef, eeuwenlang bestudeerd heb. De betrachting om zoveel mogelijk te begrijpen geeft u onvoorwaardelijk een zekere vrijheid en bevrijding. Luister met een open geest in het besef dat de ik ben, de actieve tegenwoordigheid van God in u, u de mogelijkheid biedt om onbeperkt het onderricht dat door uitstraling gegeven wordt te ontvangen, te aanvaarden en toe te passen. Dit stelt u als student dan ongetwijfeld in staat om deze eenvoudig, maar wonderlijke bevestigingen van waarheid te begrijpen en aldus grote zegeningen en vrijheid te ontvangen. Werd de mens gewaarschuwd. Men kan geen twee meesters dienen. Waarom is dit zo? Net als er is maar één kapitein op een schip. Voor eerst omdat er slechts één intelligentie bestaat. Één tegenwoordigheid. Één kracht die zich kan manifesteren. En dat is de tegenwoordigheid van God die zich uitdrukt in u. Wanneer u zich richt op de driedimensionale wereld en aldus kracht geeft aan allerhande gebeurtenissen en verschijnselen, tracht u een verkeerde en onechte meester te dienen. Hier staat het dus al in, hè? Driedimensionele wereld, het 3D-wereld, ja? Dus die 3D-wereld is zo oppervlakkig. Dus, hè, onwetendheid. Het sterfelijke denken is het 3D. Terwijl u beweegt en het leven door uw zenuwstelsel stroomt, is God in actie in uw lichaam via uw geest. Dierbare studenten, herinner u dat God in actie in u is bij elke eenvoudige handeling. Wanneer u op straat loopt, bedenk dan eens, het is door Gods intelligentie en kracht dat ik stap. Het is door zijn intelligentie dat ik weet waarheen ik ga. Aldus zult u zien dat het niet langer mogelijk is om verder te gaan zonder te begrijpen dat elke beweging die u maakt God in actie is. Elke gedachte in uw denkvermogen is Gods energie, die u in staat stelt te denken. Wanneer u dit erkent als een vaststaand feit, dit valt trouwens niet te betwisten. Waarom vereert, vertrouwt en aanvaardt u dan deze machtige tegenwoordigheid van God in actie in u niet? Waarom blijft u zich fixeren op uiterlijkheden als u weet dat elke fysieke manifestatie wordt gezien, vertekend en gekleurd door een menselijke bril, zonder er rekening mee te houden dat deze manifestatie enkel kan ontstaan doorheen de enige almachtige tegenwoordigheid? Alle uiterlijke vormen die men kan waarnemen zijn enkele ervaring van het leven. Doordat iedereen dit op zijn eigen manier ervaart, leert elk een de ware bron van zijn wezen kennen. Door het zelfbewuste weten dat aldus bereikt wordt, komt men opnieuw tot de volheid van de volmaaktheid. De driedimensionale ervaring van het leven is slechts als één voortdurend veranderend voorbijgaand beeld dat door het denkvermogen gecreëerd is, zich inbeeldend dat hij de echte schepper is. De aandacht wordt aldus zo sterk gefixeerd op de waarneembare wereld, die trouwens enkel bestaat uit onvolmaaktheid, dat de kinderen van God hun eigen goddelijkheid vergeten zijn. Nou, dat is echt zo. Het is nochtans belangrijk dat ze zich hiervan opnieuw bewust worden. Hoeveel je ook met de buitenwereld geleerd bent bezig te zijn. Ja, dus alles wat me om je heen gebeurt, waar te nemen. En vergeet zo wat je allemaal voelt binnenin je. En wat je daarmee doet. Wat er in jou afspeelt. Ja, het is echt heel bijzonder. God is de schenker, de ontvanger en het geschenk. Hij is de enige bezitter van alle intelligentie, substantie, energie en overvloed in het universum. Indien Gods kinderen zouden leren geven voor het plezier van het geven, zij het liefde, geld, hulp of wat dan ook, dan zouden ze de deur openen voor zo'n immense overvloed dat het onmogelijk zou zijn nog maar één enkel materieel verlangen te hebben. Nou, inderdaad, het plezier van het geven. Ik geef echt met plezier. Ik vind het echt heel leuk om te geven. Cadeautjes geven of nu dit voorlezen voor jullie om het te geven. Ik vind het heerlijk. En
ik mag nog wel meer. Nog meer geven. Het is niet geven uit medelijden of geven uit schuldgevoel. Of geven uit dat het moet of dat je er iets voor terug wilt. Want dan is het weer een ander soort intentie. Dus het gaat erom hoe jouw intentie van binnen is. Ja, als die intentie nog steeds met een bepaald gevoel wat niet met vreugde of met liefde te maken heeft, dan geef je dus, fixeer jij dus op een verkeerde intentie, waardoor je dus verkeerde dingen terugkrijgt. Geef jij dus echt met plezier, ja, omdat je, er lol in hebt, omdat je er plezier in hebt, dan zul je merken dat je er heel veel liefde en geluk en succes voor terugkrijgt. En dat gaat automatisch. Daar hoeft geen intentie voor achter te zitten. Snap je? Je voelt het ook bij wat een intentie van een ander is. Dat voel je. Het meest ongelukkige in de geschiedenis van de mensheid was de gedachte deze wonderlijke zegeningen van God voor zichzelf op te eisen. Dit veroorzaakte een overal heersend egoïsme en een hardvochtig afwijzen van elkaar. Er is echter slechts één liefde, één intelligentie, één kracht en essentie aanwezig in elk mens. Namelijk God. Iedereen dient gewaarschuwd te worden dat het verlangen van het ego om macht te misbruiken beheerst moet worden. Iemand kan enkel transformeren wanneer hij bij elke handeling volle vertrouwen heeft in God en aldus in dit volle vertrouwen Gods kracht erkent. Vraag en aanbod zijn zelden juist begrepen. Overal is er overvloed aanbod. Maar men moet erom vragen voordat de wet van het universum toelaat dat iemand er gebruik van kan maken. Aangezien de mens een vrije wil heeft, moet hij bewust en vastberaden de vraag stellen. Dan verkrijgt hij feilloos het gewenste. Dus vraag wat je je wenst. Ja, ik wens heel veel liefde. Ik wens me heel veel liefde. Dus liefde vooral, dat ik dat van diep van binnen, zoveel liefde, dat ik dat kan geven, maar ook helemaal mezelf vol met liefde. Dat wens ik mij, dat ik dat nog meer ontwikkel. Ik wens me een mooi nieuw huis bijvoorbeeld. Dus uitspreken wat je wilt. Ik wens een hele leuke boot. Lekker mee te varen. Wens ik me ook. Heerlijk. En je mag ook alles wensen. Hè? Het is niet raar. Het is ook niet dat je het eng moet vinden. Of dat je denkt het zijn materiële zaken. Nee, het is juist de vraag. Het is al in het universum. Het bestaat. Waarom zou je geen gebruik kunnen maken van de mooie dingen op deze planeet? Juist. Heel veel mensen durven niets meer te vragen of moeten in soort van, die gaan zich helemaal armoedig gedragen. En als een nog meer weer terug in de middeleeuwen, weet je wel. Het moet allemaal zo onluxe, zeg maar. Maar luxe is mooi als het ook op een liefdevolle manier verkregen is en verder gegeven wordt. Dat je schoon bent, dat je haren was. Ik zie heel veel mensen die hun haren ineens niet meer wassen. Gadverdarrie zeg. Stinkt tegen je op gewoon. Ik bedoel, jouw mooie haar. Nou snap ik wel dat je misschien bepaalde shampoos niet meer gebruikt of zo, omdat daar troep in zit. Dat is wat anders. Maar gebruik dan natuurlijke middelen of andere dingen. Was je haar in godsnaam. Was jezelf. En ook wat je in je lijf allemaal stopt. Het is zo, je lichaam is je tempel. En ik denk dat je dat vaker tegen jezelf zou moeten zeggen. Dat het je tempel is. En dat je daarin verblijft. En dat je daarin goed moet voelen. En dat is ook wat je dus jezelf aandoet als je rookt of alcohol tot je neemt of drugs. Het is continu zelfvernietiging. En niet alleen wat je dus consumeert. Nee, wat je ook nog denkt. Hè? Je bent dus continu aan het afstappen op die ratelslang die jou volspuit met gif. En daar ga je vrijwillig naartoe door continu die gedachten te accepteren. Ja, het is echt te zot. Vraag en aanbod zijn zelden juist begrepen. Overal is er overvloedig aanbod, maar men moet erom vragen voordat de wet van het universum toelaat dat iemand er gebruik van kan maken. Aangezien de mens een vrije wil heeft, moet hij bewust en vastberaden de vraag stellen. Dan verkrijgt hij feilloos het gewenste. Het maakt niet uit wat iemand vraagt, zolang hij het maar vastbesloten met volle overtuiging vraagt. Als men deze eenvoudige bevestiging, ik ben Gods grote overvloed, die tastbaar gemaakt is om er nu en altijd gebruik van te maken, met volle overtuiging uitspreekt, ontvangt men alles wat men ook maar nodig kan hebben.
Het beperkende element waar vele studenten zich blijkbaar bewust van zijn als zij de waarheid verkondigen, zoals bijvoorbeeld in de hoger vermelde bevestiging, is dat als zij zichzelf onder de loep zouden nemen, zij in hun gevoelens verscholen twijfel of angst zouden ontdekken. Beide zijn immers gevoelens. Natuurlijk neutraliseert dit in grote mate de opbouwende kracht voor de vervulling van het verlangen of de vraag. Eens dat de student tot het besef komt dat elk juist verlangen of elk oprechte wens God in actie is, die zijn energie voortstuurt tot het gewenste, volbracht is en die steeds zichzelf bevestigt, dan wordt hij zich ervan bewust dat hij beschikt over de grenzenloze liefde, kracht en intelligentie waarmee hij eender welk doel kan bereiken. Dit eenvoudige begrip wist het woord mislukking volledig uit zijn leven. Het wordt zelfs onmiddellijk uit zijn bewustzijn gewist. Want de student ondervindt al snel dat hij het zaad van intelligentie en kracht gezaaid heeft. En dit kan nooit mislukken. Zodoende bereikt de student zijn volledige beheersing, zoals God het bedoelt. Het was nooit de bedoeling van de grote, alleswetende, allesliefhebbende vader dat ook maar één iemand van zijn kinderen behoefte zou hebben aan iets. Bewust of onbewust zonderen ze zich af van de grote overvloed en intelligentie, omdat ze hun aandacht fixeren op uiterlijke schijn, die eigenlijk niets meer betekent dan een veranderende zandvlakte in de woestijn. Deze grote overvloed is het geboorterecht waarover iedereen kan beschikken, die zich opnieuw wendt tot de ik ben, het actieve grondbeginsel van God, dat vereeuwigd is in henzelf als de enige bron van actief leven, intelligentie en overvloed. Door de eeuwen heen waren er bepaalde gedragsregels nodig voor de ambitieuze student, namelijk behouden en beheersen van de levenskracht in verband met seksualiteit. Ja, dat is dus ook iets, hè, wat heel veel mensen dus verspillen, omdat je het niet geleerd krijgt. Het wordt je geleerd door televisie en door dingen die mensen elkaar vertellen. Maar men wordt niet echt geleerd wat seksualiteit nou echt inhoudt. Waar dient het nou echt voor? Het is niet alleen voortplanting. Het kan ook als genezing gebruikt worden, als verjonging. En als we deze levenskracht dus continu verspillen, dus ons vocht steeds verspillen, wat dus collageen is, dat is jouw elastiekje in jouw lijf. Ja, dus de continue verspilling en door de lusten en door negatieve emoties verspillen we ons vocht. En dat is de niet normaal vocht, zeg maar, wat gewoon vochtdamp is of zo, of water. Nee, het is een gelachtige substantie. En die substantie, of elastische substantie, die kunnen we dus leren te converteren, dus dat betekent het behouden in ons lijf. Een mens die deze energie onbezonnen en onbeheerst gebruikt en die plotseling zonder de juiste motivatie zou zeggen ik stop hiermee en laat het voor wat het is, zou enkel een energiestroom onderdrukken. Precies. Dus als je er ineens mee stopt, dus als je denkt van oh, seksualiteit is niet goed, zo moet je het ook weer niet zien. Maar als jij denkt van nou, ik ga gewoon niet meer intiem zijn, dat is het ook niet, hè. Jongens, je moet wel het leren juist te laten stromen. Want anders voel je je onderdrukt en dan kan je hoofdpijn krijgen, zelfkritiek, kan je alle migraine aanvallen. De meeste mensen die dus heftige migraine hebben, die laten hun seksuele energie niet doorstromen. Of hebben een tekort aan seksuele activiteit, zeg maar. Omdat ze niet weten hoe hiermee om te gaan. Ja, of omdat het er niet is. Of het maakt even niet uit. Maar daar komt dus vaak migraine vandaan. Of zelfkritiek is ook een oorzaak. Ik stop hiermee en laat het voor wat het is. Het zou enkel een energiestroom onderdrukken. Die hij zelf in een verkeerde richting gestuurd heeft. De machtige uitspraak van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Is voor elke student. Die deze stroom wil beheersen. Ik ben de opstanding en het leven. Het meest efficiënt. Wanneer hij deze uitspraak correct begrijpt, dan zal de student op een natuurlijke wijze de stroom van de levensenergie beheersen en in zijn oorspronkelijke banen leiden. Ik ben de opstanding en het leven. Je bent opgestaan in het leven. Je bent het leven. Deze uitspraak
zuivert niet alleen het denken, maar ze is tevens de meest krachtige, verheffende en leidende kracht die kan aangewend worden om de grootste hindernis te overwinnen en het volledige spirituele hoogtepunt te bereiken. Iedereen die de innerlijke drang voelt om deze toestand te veranderen en die deze bevestiging voortdurend en ernstig gebruikt, zal deze wonderlijke energiestroom verheffen tot in het hoogste centrum van de hersenen, zoals oorspronkelijk bedoeld. De meest fantastische ideeën zullen dan het brein overspoelen, met sterk bevestigende kracht. Deze ideeën kunnen tot uitdrukking komen en gerealiseerd worden, ten dienste en tot zegeningen van de hele mensheid. Ik vraag iedere student om dit te proberen en het resultaat hiervan in eigen denken en lichaam te evalueren. Laat u beroeren door Jezus' uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Herhaal dit 3 maal in stilte of luidop en bemerk de bewustzijnsverheffing die u ervaart. Nou, laten we dat eens doen. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Sommige studenten moeten dit verschillende malen proberen, terwijl anderen deze verbazingwekkende verheffing reeds bij hun eerste poging ervaren. Dit geeft u een idee van wat er kan gebeuren wanneer u deze uitspraak regelmatig gebruikt. Er is slechts 1 middel om iets te overstijgen, namelijk uw aandacht volledig afwenden van hetgeen u wilt overstijgen en ze dan fixeren op de bovengenoemde uitspraak. Door deze bevestiging te herhalen, kunt u elke situatie gemakkelijk overstijgen en het verkeerde energiestroom ombuigen. De studenten van mij voelden de innerlijke drang om deze machtige energie om te buigen. Enkel en alleen door het herhalen van deze bevestiging kon zij met een klein beetje hulp haar lichaam volledig opbouwen. In 1 jaar tijd onderging haar hele lichaam een geweldige transformatie. Dat is dus ook wat ik vertel, hè? Je kan je lichaam helemaal veranderen naar hoe jij je wenst. Weer in volledige perfectie en volmaaktheid te herstellen, als dat dus op dit moment in jouw ogen niet zo is. Ja, dus je kan je dus helemaal in perfectie weer helemaal terugbrengen. Alles valt te genezen. Niets is blijvend, zoals het je geleerd wordt dat het blijft, dus dat het niet meer genezen is, of dat het je laatste uren geteld zijn. Nee, jij hebt de totale, volledige macht over je leven, je wezen, je lichaam, je geest. Je hebt totale, volledige macht. Neem deze macht weer terug en zet je ego aan de kant en herhaal zoveel tot het voor jou weer weten is geworden. Ja? Het lijkt ongelooflijk dat zo weinig mensen het enorme belang willen inzien van deze wonderlijke woorden van wijsheid. Deze bevestigingen zijn slechts een klein deeltje van wat Jezus ons in werkelijkheid gaf. Op geen enkel ogenblik in de wereldgeschiedenis zijn er zoveel machtige bevestigingen gegeven als door Jezus. Wanneer ze gewetensvol gebruikt worden, heeft elke bevestiging de begeleidende uitstraling en vervolmaking in zich die Jezus bereikt had. U beschikt niet enkel over de kracht van de Ik Ben, maar ook over Jezus. Individuele begeleiding wanneer u deze bevestigingen gebruikt. Men zou regelmatig de ware betekenis van deze machtige bevestigingen van Jezus moeten doorgronden. Dus Ik Ben de opstanding en het leven. Wanneer u eenmaal begrijpt dat u de machtige goddelijke kracht in u zonder enige begrenzing kunt activeren met uw denken, uw voelen en het uitdrukking van ik ben, dan ontvangt u datgene waar uw verlangen op gericht is. Het mag voor de student niet moeilijk zijn te zien en te begrijpen dat de stoffelijke wereld enkel een verwrongen creatie van de mens is, door zijn bewering dat deze wereld een bron van kracht is. Wanneer zal beschouwing en meditatie de mens doen inzien dat er slechts 1 liefde, intelligentie en kracht bestaat, namelijk God? Ja, waar mediteren mensen in godsnaam over als ze niet beseffen dat ze zelf die goddelijkheid zijn? Mediteren ze voor stilte of zo? Wat is dit? Ja, het is toch erg?
De menselijke of aardse onvolkomenheden en tegenstrijdigheden spruiten niet voort uit de alomtegenwoordige volmaaktheid van God. Al het onvolmaakte ontstaat in de gedachten van de mens. Wanneer iemand zich wendt tot de machtige Ik Ben, wetende dat God volledige volmaaktheid is en dat de mens alle uiterlijke verschijnselen enkel creëert door het misbruiken van de Godskracht, dan ziet hij onmiddellijk dat hij de machtige volmaaktheid van God in zijn leven kan ervaren. Indien hij deze oprecht erkent en aanvaardt, de enige manier om deze volmaaktheid te integreren in uw denken en in uw lichaam is de machtige actieve tegenwoordigheid van God in u te kennen en te aanvaarden. Door deze volledige erkenning stuurt de innerlijke kracht deze goddelijke volmaaktheid tot in uw visuele waarnemingen. Zeg aan de studenten als boodschapper van de waarheid, leer ik u bevestigingen van waarheid, die positieve resultaten opleveren. Indien men ze nauwgezet opvolgt. Studenten denken dat ze geen resultaten behalen, maar dat komt omdat ze slechts eenmalig hun aandacht richten op iets en het dan verder vergeten. Het verlangen naar licht en waarheid is de tegenwoordigheid van God in dit verlangen, dat zichzelf in beweging brengt. Gebruik de volgende bevestigingen voor verlichting. Ik ben het volledige begrip en de verlichting van datgene wat ik wens te kennen en te begrijpen. De dag dat uw ogen zullen opengaan voor sommige van deze wonderbare opgestegen wezens, zult u eeuwige vreugde kennen. Iemand die niet overtuigd is van de stelling, ik ben bekwaam om dit te doen, zal nooit of te nimmer volbrengen wat hij wenst te doen. Op het moment dat u in uw denken en voelen zegt, ik ben de opstanding en het leven, vloeit alle energie van uw wezen onmiddellijk naar het centrum van uw hersenen, die de bron zijn van uw wezen. U kunt de kracht van deze bevestigingen niet overschatten. U kunt er oneindig veel mee bereiken. Het was de bevestiging die Jezus het meest gebruikte bij zijn moeilijkste beproevingen. Besef altijd dat wanneer u iets opbouwends nastreeft, God in u de motor is, die u voorstuwt om het te volbrengen. De belachelijkste vraag die men kan stellen is, hebt u dit zelf ondervonden? Iedereen moet dit zelf ervaren, anders betekent het niets voor hem. Er is niets dat echt betekenis heeft voor iemand, tenzij hij het zelf beproeft. Nou, helemaal eens. Voelen en inzicht gaan hand in hand. Het gebeurt dikwijls dat iemand iets zo glashelder aanvoelt, dat hij het echt ziet vanuit zijn innerlijke bron. Wanneer u de verheven staat bereikt, manifesteren gedachten, gevoelens, beelden en kleuren zich gelijktijdig. Harmonieuze klanken brengen rust. Dit is de reden waarom verrukkelijke muziek zeer rustgevend is, terwijl dreunende muziek juist het tegenovergestelde effect heeft. Klopt helemaal. Muziek kan je echt maken of breken, zeg maar. Gezellige muziek is gelijk dat je vrolijk maakt. En ja, een beetje down muziek, of treurig muziek, dramatische muziek. Dat is al precies het woord wat ik ermee aanduid. Dat maakt je ook gelijk treurig, dramatisch of treurig, zoiets. Zegening. Almachtige, koninklijke, overwinnende Ik Ben, wij loven en danken u. Omdat wij begrijpen dat u God in actie bent in ons en dat wij door uw almachtige tegenwoordigheid en uitstraling het enorme belang van uw machtige waarheid en wonderlijke tegenwoordigheid voelen. Wanneer wij u aanschouwen, vervult ons dan door uw machtige uitstraling met het begrijpende bewustzijn, zodat wij uw bevestigingen van waarheid steeds beter zouden kennen en toepassen. Wij loven en danken u voor uw wonderlijke volmaaktheid en waarheid, die u deelt met allen, die hun blik onwankelbaar op u gericht houden. Nou, lieve mensen, dit was dus redenvoering 2. De volgende video ga ik dus naar redenvoering 3. Het zijn er dus 32, dus jullie zullen 32 video's van mij zien over dit prachtige boek. En waarmee wij ons bewustzijn dus kunnen gaan ontwikkelen, kunnen gaan verheffen. En natuurlijk ga ik nog veel meer hebben daarnaast nog over van alles en nog wat. Dus ja, bedankt voor het kijken. Heel veel liefde voor jullie.
En als je me een bedankje wil sturen dat je het leuk vindt wat voor content ik maak, dan kan dat hier dus onderaan de video bij het linkje bedankt. En ook in de beschrijving heb ik een link gezet. Als het niet werkt via YouTube, dan heb ik een andere manier waarmee je mij kan bedanken. Nou, lieve mensen, ik hou van jullie. En dat de hele wereld liefde zal bereiken. Laten we het gewoon allemaal uitzenden. En ja, misschien ook wel leuk om volgende keer ook eens een keer een meditatie of zo met jullie te gaan doen. Nou, lieve.